Ik denk dat zij lang onderbelicht is geweest omdat zij niet in een hokje paste. In de tijd waarin zij leefde maakte zij kunst die totaal anders was dan wat er op dat moment mainstream was. En daarbij was ze vrouw en werd ze door mannelijke kunstcritici bekritiseerd. En die wisten eigenlijk niet zo goed wat ze met haar aan moesten. Dus zij was niet in een hokje te plaatsen. Het is 1922. Op een kerkhof in Den Haag wordt een kunstenares begraven. Haar naam is Suze Robertson. Het is druk op de begrafenis, want bij leven had ze succes en werd haar talent zeer gewaardeerd. Ze gold als een vernieuwer en een wegbereider voor andere vrouwen in de kunst. Maar in de jaren die volgen verdwijnt op de een of andere manier de belangstelling. Niemand brengt haar werk in kaart, niemand schrijft haar biografie. Langzamerhand raakt ze een beetje vergeten. Nu, precies 100 jaar na haar dood, komt het museum Panorama Mesdag met een grote overzichtstentoonstelling en een boek dat gebaseerd is op diepgravend onderzoek. Een hele belangrijke bron bij het onderzoek was het familiearchief. En dat zit vol met ego-documenten van Suze Robertson. En dan heb ik het over brieven van haar aan haar, rekeningen, maar ook schetsboekjes. En dat gaf een completer beeld van Suze Robertson als kunstenaar. Gaf ons ook meer idee over haar eigen visie op kunst. Hè. Wat streefde ze nou eigenlijk zelf na? Maar het gaf ons ook de mogelijkheid om eindelijk Suze Robertson zelf aan het woord te laten. Hoe menigmaal heeft een kunsthandelaar mij niet gezegd: ja, als u wat mooiere gezichten maakte, of als u schilderde zoals die en die. Maar dan was altijd mijn antwoord: wilt u het niet hebben? Goed, anders moet u het maar nemen zoals ik het maak. En dan namen ze het niet. En ik schilderde geen lieve gezichtjes. Hield mij buiten wisselende kunstbegrippen en andere invloeden. Waardoor ik er dan ook een massa's tegen me heb gehad. Maar ik troost me ermee dat het beter is om te worden bestreden dan genegeerd. Suze Robertson wordt in 1855 geboren. Als ze als kunstenares begint, domineert de Haagse school de Nederlandse kunstwereld. De heren van de Haagse school schilderen landschappen en het leven van de gewone man in grijs en bruin tinten. Maar Robertson gaat haar eigen weg, met een heel eigen kleurenpalet, een opvallend krachtige penseelstreek en als onderwerp vooral vrouwen. Elf jaar lang dompelde kunsthistoricus Kees van der Geer zich onder in de archieven. Om meer te weten te komen over Suze Robertson en om haar werk in kaart te brengen. Monnikenwerk, want, zo ontdekte hij, ze dateerde haar doeken nooit. Wat ik ook constateerde is dat er eigenlijk heel weinig onderzoek gedaan was naar Suze Robertson. Er waren wel een aantal catalogi van Suze Robertson en er was in het verleden wel door een aantal kunsthistorici onderzoek gedaan, maar dat bood eigenlijk weinig overal inzicht. Heel fragmentarische onderdelen van haar oeuvre werden belicht. En dat gaf mij echt een enorme drive om in ieder geval het werk van Suze Robertson in kaart te brengen. Ik denk dat zij lang onderbelicht is geweest omdat zij niet in een hokje paste. In de tijd waarin zij leefde maakte zij kunst die totaal anders was dan wat er op dat moment mainstream was. En daarbij was ze vrouw en werd ze door mannelijke kunstcritici bekritiseerd. En die wisten eigenlijk niet zo goed wat ze met haar aan moesten. Dus zij was niet in een hokje te plaatsen. Maar gelukkig kreeg ik toegang tot het familiearchief. En dat heeft mij enorm veel geholpen bij het in kaart brengen van haar werk. Maar ook bij het zicht krijgen op wie was die Suze Robertson nu eigenlijk. Ik ben volstrekt nooit wat men noemt een begaafd kind geweest. Nooit een droomster.
Aan fantaseren met een potlood op het papier dacht ik niet. Al leerden we op school natuurlijk ook tekenen en muziek. Maar in die tijd was de piano eigenlijk meer mijn voor. En nu doe ik daar niets meer aan. Iets presteren in twee vakken is onmogelijk. Haar vroegste jeugd brengt Suze door aan wat nu de Haagse Toussaintkade is. Ze is de jongste van een gezin van 9 kinderen. Haar vader is houthandelaar. Als ze 2 jaar oud is, sterft haar moeder. En vangen een kinderloze oom en tante haar liefdevol op. Ze gaat naar een kostschool in Wassenaar, waar blijkt dat ze muzikaal is en ook heel goed kan tekenen. Haar oom en tante stimuleren dat. Ze schrijven haar in bij de Haagse Academie van Beeldende Kunsten, die sinds kort zijn deuren heeft opengesteld voor vrouwen. Ze doet er de lerarenopleiding. Suze Robertson was dus zo uitzonderlijk begaafd, en dat werd dus al zichtbaar op de academie, dat een van de docenten of de directeur eigenlijk die zei van ja, ik wil niet dat jij het lerarenvak ingaat, ik wil dat jij je gaat vestigen als zelfstandig kunstenaar. En om haar daartoe te overreden gaf hij haar een schilderkist. En die heeft ze natuurlijk wel in ontvangst genomen, maar ze heeft niet zijn raad opgevolgd, tenminste niet meteen. 20 jaar is ze als ze de academie verlaat. Met niet alleen een diploma, maar ook met een droom. Professioneel kunstenaar worden. Maar haar familie is niet vermogend en het startkapitaal dat ze nodig heeft, moet ze eerst zelf verdienen. Dus, zodra ik dan mijn examen gedaan had, toog ik naar Rotterdam en ik meldde me bij de HBS voor meisjes. De directrice keek mij, jong ding, eens uit de hoogte aan. Wat ik me eigenlijk wel verbeeldde. We hebben niemand nodig, zei ze. Al pleitte ik nog zo parmantig, ik kreeg het niet gedaan. Toch was het niet mijn aard om het nu dan ook maar op te geven. Ik stapte dus meteen door naar de wethouder van onderwijs, die mij eerst ook al te jong vond. Maar ik liet me niet uit het veld slaan. En 8 dagen later gaf ik mijn eerste les aan de Rotterdamse burgerschoolmeisjes. Ja, dat is toch fantastisch. Als je dat hoort, dan denk je, oh, had ik hem maar gekend. Want het laat zien hoe jong ze was, maar hoe volledig overtuigd ook van haar eigen kunnen. En dat ze gewoon zoiets had van, ja, maar ik ga dat doen. Het lesgeven is een succes. Ze krijgt al snel een vaste aanstelling. In 1877 verhuist ze naar Rotterdam, waar ze zich inschrijft voor de avondlessen aan de Kunstacademie, om zich verder te ontwikkelen. Maar daar stuit ze op een obstakel. Vrouwen zijn niet welkom bij de tekenlessen naar naaktmodel, terwijl die juist essentieel zijn om goed menselijke figuren te kunnen schilderen. Ze neemt er geen genoegen mee. Ja, dat is toen nog een heel ding geweest. Ik had er net zo lang op aangedrongen tot ik ook toegelaten werd tot de naaktklasse. Omdat ik te oud was om als leerling ingeschreven te staan, was ik lid geworden. En dan heb je volgens het reglement recht om alle lessen bij te wonen. Maar dat werd voor mij nooit door dames gedaan. En tot zelfs in het plaatselijke blad werd er schande van gesproken. Een jonge vrouw die schilderde naar naaktmodel. Ja, het was echt een baanbrekend iets wat zij deed. En het laat ook zien hoe gedreven ze was om zichzelf te verbeteren. Maar ook dat ze vond dat zij als vrouw dezelfde kansen moest krijgen en hetzelfde onderwijs als haar mannelijke medestudenten. En daar heeft ze eigenlijk altijd voor gestreden. En die strijd die haar hele carrière eigenlijk doorgaat, die begint hier bij de Rotterdamse Academie. Na 5 jaar in Rotterdam vindt ze een beter betaalde baan bij een Amsterdamse meisjesschool. In Amsterdam schrijft ze zich in bij de Rijksacademie, waar ze les wil nemen van August Allebé, die daar directeur is. Hij is haar aanbevolen door haar vriendinnen. Maar het valt tegen. Allebé remt haar af, terwijl zij juist meteen naar model wil tekenen. Daarom was het me allerminst naar de zin toen de directeur mij zei dat ik nu eerst maar eens wat stillevens moest doen. Verbeeld je, dacht ik. Daar gaat mijn kostelijke tijd immers totaal mee heen. Maar gelukkig. Het eerste viel blijkbaar nogal goed uit. Zodat ik op mijn hevige aandringen daarna wel naar model mocht gaan werken. Thank you.
Ze is serieus en gedreven als het om haar kunst gaat. Maar ze is ook een jonge vrouw met gevoel voor humor, die graag plezier maakt met haar medestudenten. Maar wat hadden we er toch vaak een pret gehad. Wat konden we dol zijn in het kwartier rust. Met de rolschaatsen en weet ik wat al. Dat de directeur wel eens aan de deur van onze zaal tikte en zei... Nou, ik zal maar terugkomen als de dames een beetje bedaard zijn. Allebei vindt haar te eigen gereid en niet geschikt voor de academie. Is begaafd, doch van zeer eigenzinnige natuur, noteert hij over haar. Hij raadt haar aan om zich als zelfstandig kunstenaar te vestigen in Den Haag. De stad die dan het centrum van de Nederlandse kunstwereld is. Ze is 27 jaar en ze is er klaar voor. Dus dan moest het ook maar, erop of eronder. En ik vroeg mijn ontslag aan de school, gooide mijn 2500 gulden per jaar weg, offerde alles op, hoewel ik nog nooit een schilderij gemaakt, laat staan iets verkocht had. En mijn kennissen, mijn familie, ze vonden me roekeloos en schandelijk lichtzinnig. Ja, wat Suze Robertson deed op haar 27ste, dat is echt ontzettend dapper. Want ze gooide alles overboord wat ze kende. Haar lesgeven, haar leerlingen, ook haar goede relatie met haar broers en zussen. Die dachten, ja, maar je bent gek, wat ga je doen? Maar zij voelde zo diep van binnen de drang. En ze had zo'n grote overtuiging van ik moet kunstenaar worden en dit is het moment. Anders dan mis ik de boot. Dat ze het gewoon deed. In Den Haag wordt ze lid van de kunstenaarsvereniging Pulgrie Studio. Daar komt ze in contact met onder andere de schilderes Sientje Mesdag van Houten en haar man Hendrik Willem Mesdag, die voorzitter is van Pulgrie. Zij zullen zich telkens weer sterk maken voor haar kunst. Den Haag was natuurlijk heel belangrijk op het gebied van kunst. Het meeste aantal kunsthandelaren waren in Den Haag actief en ze hadden een heel belangrijk instituut, Pulgrie. Pulgrie werd heel groot in die jaren, maar het was een duidelijke mannengemeenschap. Slechts 10% van de leden van het gezelschap was vrouw. En van vrouwen werd er heel nadrukkelijk verwacht dat ze zich ook heel bescheiden opstelden. Suze Robertson echter heeft vanaf het begin heel nadrukkelijk haar positie opgeëist als kunstenaar. Niet zozeer om in het bestuur te komen, maar wel nadrukkelijk om zich ook te manifesteren. En Pulgrie bijvoorbeeld had wekelijks de tekenavond en die werd ook trouw bezocht door Suze Robertson. Zij moest echt haar plek bevechten. Dat heeft ze eigenlijk haar hele leven moeten doen. Maar ik denk dat ze heel veel respect afdwong, ook bij mannen, doordat ze gewoon fantastisch kon tekenen en schilderen. En zij heeft altijd heel erg gestreden voor gelijke rechten voor vrouwelijke kunstenaars. Want ze had zoiets van, ja, als ik belemmerd word in mijn persoonlijke groei, zowel intellectueel als praktisch, dan moet ik daar iets tegen doen. En bij Pulgrie Studio heeft ze ervoor gezorgd dat de leestafel, waar alle internationale kunstbladen en kranten te lezen waren, ook opengesteld werd voor vrouwen. Het is natuurlijk heel gek dat, hè, om eraan te denken dat vrouwen die bladen dan niet mochten lezen. En uiteindelijk heeft zij ervoor gezorgd dat die op zaterdagmiddag ook een paar uur open was voor vrouwen. De schilders van de Haagse school geven in die jaren de toon aan in de Nederlandse kunstwereld. Jozef Israëls, Anton Mauve en Jacob Maris, dat zijn de grote namen. Ze worden bewierookt om hun stemmige kleurenpalet en de sfeer die ze oproepen in hun werk. Maar Robertson trekt haar eigen plan. Ze kijkt er wel naar en ze bewondert bijvoorbeeld Jacob Maris en Jozef Israëls. Maar je ziet dat ze wel een hele eigen kant op gaat. Dus ze neemt een onderwerp van Jozef Israëls, dus een boerenvrouw in een interieur. Maar daar geeft ze al meteen een hele eigen draai aan door haar eigen verftoets, die dus heel krachtig is en heel zichtbaar. Maar zij ziet ook die vrouwen met een realistische blik. Suze Robertson wil eigenlijk weten wie is die vrouw? Wat doen die mensen op een dag? Hoe moet het zijn om in dit soort omstandigheden te werken? En zij kijkt natuurlijk ook met het perspectief van een vrouw naar een andere vrouw. Dus je krijgt een heel ander soort kunst. In 1885 krijgt ze een beurs voor veelbelovende jonge kunstenaars. Van dat geld trekt ze erop uit om inspiratie op te doen.
Ze reist naar Dongen, een dorp in Noord-Brabant dat dan populair is bij kunstenaars. Het werk dat ze daar maakt, wekt bijna anderhalve eeuw later de belangstelling van Ron Derve, directeur van het Van Gogh Huis in Zundert. Dit is een schilderij wat Suze heeft gemaakt in Dongen. En van de boerin Pietje Verhoef met zo'n takkenbos, zo'n houtsprokkelaarster. Zij komt zo haar boerderij binnen, dus je ziet een hele oude boerderij met die balken en zo'n oude boerenstoel. Ik ben begonnen met het verzamelen van Suze Robertson toen ik onderzoek verrichtte naar het dorpje Dongen als schildersdorp, waar in de 19e eeuw heel veel schilders kwamen, waaronder ook Suze Robertson. De invloed van Brabant op het werk van Suze Robertson is vooral dat je dat in die 19e eeuw Brabant nog een stuk achterliep bij de rest van Nederland. En je had hier echt dat authentieke, wat ook in die tijd vaak het primitieve genoemd werd. Dus nog die oude boerderijen met die rieten daken, de boerenbevolking die er nog wat eenvoudiger en simpeler bijliep. Dus dat was ook heel schilderachtig en heel erg in trek in die tijd. En voor Suze Robertson, ja, zij vond daar een aantal onderwerpen. Eerst in Dongen, daarna in Leur en later weer in Hezen, toen ze nog een keer terugkwam. En dat was echt ja, het hele pure van het leven, wat ook nog een beetje teruggreep op die oude traditie uit de 17e eeuw, van wat pittoresk gevonden werd. Ze heeft dus heel sterk haar onderwerpen hier gevonden. Hagen, dan kijk ik maar eens rond in zo'n plaats en dan vind ik van alles. Hoe ik het doe en op welke wijze, ik weet het niet. Het gaat instinctmatig. Omdat ik er zo'n groot plezier in heb, in alles wat ik maak. En ik zou wel alles willen maken. In dezelfde tijd dat Robertson Noord-Brabant ontdekt, zwerft daar ook een collega van haar rond, die net zo gefascineerd is door het harde leven van de boeren en landarbeiders. Vincent van Gogh. Als je het werk ziet wat Suze heeft gemaakt in Brabant, als je de Hollandse tijd van Suze plaatst naast de Hollandse tijd van Van Gogh, vind ik eigenlijk het werk van Suze nog krachtiger. Je kunt zeggen dat Suze Robertson de vrouwelijke Vincent van Gogh is. Misschien in deze tijd is het ook omgekeerd, kun je ook wel zeggen dat misschien Vincent van Gogh de mannelijke Suze Robertson is. Ze doen in ieder geval niet voor elkaar onder, maar ze zijn zeker gelijksoortige kwaliteit. En bij Suze Robertson werd heel vaak gezegd, ja, het is een vrouwelijke Breitner of een vrouwelijke Van Gogh. Maar eigenlijk doe je daarmee Suze Robertson tekort. Want Suze Robertson was gewoon Suze Robertson. En natuurlijk keek zij naar collega's, maar collega's keken ook naar haar. In het geval van Van Gogh is er zeker verwantschap in hun interesse voor het boerenthema. Als je kijkt naar hun ontwikkeling, dan liep dat totaal ongelijk. Dus toen Van Gogh zich als kunstenaar probeerde te vestigen, was Suze Robertson al een gevierd kunstenaar. Dus eigenlijk kun je beter zeggen dat Vincent van Gogh de mannelijke Suze Robertson is. Bij het werk van Robertson draait het steeds meer om de vraag, hoe deel ik een compositie op in vlakken? Lijnen en kleuren spelen een steeds belangrijkere rol. Dan zie je dat ze eind jaren 1880 stadsgezichten gaat maken. Maar dat zijn geen topografisch correcte stadsgezichten, zoals bijvoorbeeld Breitner die min of meer maakte, of de Haagse scholers. Het is geen stad die je zou herkennen als je er doorheen zou lopen. Maar zij kijkt echt met een blik van hoe deel ik deze compositie nou op in donker en licht. Ze bedient zich daarbij van een voor die tijd nog ongebruikelijk hulpmiddel, een fotocamera. Dit is een van de fantastische vondsten uit het archief van Suze Robertson. Want dit zijn foto's die ze zelf heeft gemaakt. Hier hebben we een mooie foto uit Leur, dus een vrouw op de bleekvelden, die ze vaak heeft geschilderd. En hier kun je heel goed zien hoe ze de foto's gebruikte. Dus soms dan vouwden ze de randen van de foto's om, maar soms was één foto niet genoeg. Dus dan spelden ze de foto's
aan elkaar. En dan vouwden ze net zo lang tot ze een compositie had die zij bruikbaar vond. En dan zie je eigenlijk al dat er een heel eigen gevoel voor kleur ontstaat. Dus ze maakt verschillende versies van wat zij het Witte Huis noemde. Maar als je door je oogharen kijkt, is dat niet een binnenplaats met een wit huis en gekleurde was. Maar is dat eigenlijk al een witte achtergrond met daartegen aangezet gekleurde vlakken. En dat zijn dan toevallig lakens die gedroogd worden. Maar je ziet al wel dat ze op een hele, ja, bijna abstracte manier naar zo'n binnenplaats kijkt. En je ziet dat ze dan voor kunstenaars als Piet Mondriaan een hele grote inspiratiebron was. De natuur schenkt me alleen de gegevens, waar ik dan wat van maak. En ja, dat geloof ik ook wel, de kleur is mijn hoofdzaak. Annemiek van Stockholm restaureerde talloze doeken van Robertson en deed ook materiaaltechnisch onderzoek naar 12 van haar werken. Ze gebruikte niet van die verfijnde penseeltjes om mooie resultaten te krijgen, maar werkte eigenlijk met vrij grove penselen waar ze meerdere kleuren indipte en dan begon te schilderen. Haar toets is robuust en sterk, krachtig, vlot. De essentie is voor mij dat het zo ontzettend levendig is. Krachtig, het vibreert, het verrast door de prachtige kleuren die te ontdekken zijn. Nou, dit is dus een wit huis. En dan ga je inzoomen en dan zit hier allemaal roze. Hier zit geel, hier zit weer een zalmkleur, dit is een beetje blauw. Hier bij het raam. Denk je, nou oké, een beetje een blauw-grijs raam. Daarnaast zit weer een hele strook ultramarijn. In dit raam, aan de bovenkant, zie ik rood, paars, blauw. En als je van afstand kijkt, denk je, nou is gewoon zwart. Maar dat is het dus niet. De penseelstreken zie je heel mooi. Je ziet hoe ze wop zoiets neer heeft gezet of één strook met geel-groen, hoppa, en het staat er. Je gaat het steeds meer waarderen en ik vind het heel vaak cadeautjes uitpakken. Dat je bezig bent en ik, oh, en dan heb ik toch dat schilderij al helemaal gezien en gefotografeerd en onderzocht. En dan ben ik bezig en dan denk ik, oh, zo bedoelt ze dat. Nou zie ik het. Dus je ontdekt nog steeds tijdens het reinigen, tijdens de behandeling, ontdek je weer nieuwe dingen. Dat is mooi. In 1892 trouwt ze met de schilder Richard Bisschop. Bisschop werkt langzaam en verkoopt weinig. Hij heeft vooral schulden. Om financieel zelfstandig te blijven, trouwt ze hem op huwelijkse voorwaarden. Na 2 jaar krijgen ze een dochter, Sarah. Als jonge moeder komt ze niet meer aan schilderen toe. Maar omdat zij kostwinner is, dreigen er geldproblemen. Dan besluit het gezin naar het Noord-Brabantse Leur te verhuizen, waar een rijke industrieel hen gratis woonruimte biedt als Robertson hen schilderles wil geven. Het ruime huis aan de Lange Brugstraat is een verademing na de benauwde etage in de Haagse Van Diemenstraat. Maar ze heeft weinig bewegingsruimte. Toen Suze Robertson in Leur woonde en werkte, had ze natuurlijk de zorg voor haar dochtertje. Dus was gebonden aan huis. En daardoor koos zij eigenlijk de modellen gewoon uit haar directe omgeving. En dat was de huishoudster Pietje. Dat zijn prachtige portretten van Pietje, heel frontaal, vaak lezend met een boek. En
En het bijzondere is dat in de achtergrond van het schilderij gebruikt ze ook bladgoud. En daardoor wordt het bijna een soort van Madonna-achtige figuur. Het zijn, vind ik, haar meest krachtige, indrukwekkende portretten. Ze was heel erg ver verwijderd op dat moment van de kunstcentra van Nederland. Dus ver van Den Haag, ver van Amsterdam, ver van haar collega's. Maar ook van tentoonstellingen en musea. En je ziet dat het eigenlijk een periode wordt van introspectie. Want ze is op zichzelf teruggewezen. Er zijn natuurlijk maar weinig modellen die daar voor haar kunnen poseren. Er zijn twee meisjes, twee nichtjes die allebei Petronella Prins heten. Dat zijn eigenlijk haar enige modellen. Ze heeft weinig ruimte waar ze naartoe kan om te tekenen en te schilderen. Dus je ziet dat ze vooral in haar huiskamer en in haar tuin tekent en schildert. En in die periode ontstaan wel haar meest persoonlijke werken. Na 3 jaar Noord-Brabant krijgt ze een kleine erfenis, waardoor het financieel mogelijk wordt om terug te keren naar Den Haag. Ze wil weer fulltime als kunstenaar aan de slag. En in 1902 brengen ze hun dochter Sarah onder in een gastgezin, waardoor er echt ook meer tijd en ruimte ontstaat. En je ziet dat er voor Suze Robertson dan een hele productieve periode aanbreekt. En ook eindelijk het grote succes komt. Want heel lang was Nederland gewoon niet klaar voor haar en voor haar revolutionaire kunst. Maar in 1905 krijgt ze een grote tentoonstelling bij de Rotterdamse Kunstkring. Daar wordt heel veel verkocht. En ze krijgt ook hele goede recensies in kranten. En vooral haar kleurgebruik wordt geroemd. En kort daarna, na die tentoonstelling in Rotterdam, volgt een grote tentoonstelling in Amsterdam bij de Larense Kunsthal. En dat is ook een ontzettend groot succes. Dus die twee tentoonstellingen zetten haar echt op de kaart. Dat er zoveel aandacht is voor haar kunst, doet haar goed. Maar van aandacht voor haar persoon moet ze niets hebben. Ze sluit zich het liefst op in haar atelier om geconcentreerd aan haar schilderijen te werken. Ik kan niet werken als er iemand bij me is. Daarom ontvang ik ook heel weinig bezoek. Waar ik me aan moet houden, te willen van mijn tijd. Want er zijn zoveel flanerende dames in Den Haag. Die kan ik hier niet hebben. Ik moet alleen zijn. De laatste 15 jaar van haar leven is ze een zeer gewaardeerd kunstenares. Ze exposeert overal in Nederland, maar ook in het buitenland. Berlijn, Rome, Barcelona, Buenos Aires. Ze trekt erop uit naar onder meer het Noord-Brabantse Hezen en de Veluwe om inspiratie op te doen. Dit is een schetsboekje van Suze Robertson. Ik vind het altijd een heel intiem object, want je komt heel dicht bij de kunstenaar. Je kruipt een beetje in haar hoofd van wat zag ze nou, wat vond ze interessant. Eigenlijk had ze altijd een schetsboekje bij zich, ook als ze op reis ging. En Suze Robertson was iemand die heel snel een goede schets kon maken. Dus voor haar was zo'n tekening al een basis. Als ze dan in Den Haag in haar eigen atelier was, was dit eigenlijk een voorbeeld weer voor een schilderij of voor een grotere tekening. Dus dit is eigenlijk een haar gebundelde geheugen op papier. Rond 1917 verliest ze haar creativiteit. Ze wordt geplaagd door depressies en ook haar lichamelijke gezondheid laat haar in de steek. Ik denk dat haar levensvreugde verdween door dat haar huwelijk toch wel heel zwaar was. Dat het wel een molensteen was voor haar. En dat ze het gevoel had dat zij eigenlijk voor twee moest werken en voor twee moest produceren. Omdat Richard Bisschop heel langzaam werkte en niet zoveel verkocht. Maar wel graag
het mooie leven van een bohemien, van een kunstenaar wilde uitstralen. En aan de andere kant heb je natuurlijk in 1914 de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog. En dat deed haar heel veel. Dus die twee zaken gecombineerd zorgden ervoor dat er depressies optraden. Het werken gaat steeds moeizamer. Vanwege artrose lukt het haar nauwelijks meer een potlood vast te houden. En dan, op 22 oktober 1922, overlijdt Suze Robertson. Ze is 66 jaar oud. Een van de sprekers op haar drukbezochte begrafenis is Pulgi-voorzitter Hendrik Haverman. Hij prijst haar onverzettelijke wil en zegt: ze was voor het schilderen geboren. Suze Robertson is een kunstenaar die lang ondergewaardeerd is geweest. Onterecht. Zij heeft heel nadrukkelijk laten zien dat je met kleur en vorm heel andere expressie kan doen dan alleen maar de werkelijkheid in een andere vorm naschilderen. Ik vind Suze Robertson een radicale vernieuwer van de kunst in Nederland. Echt iemand die aan de wieg stond van de moderne kunst. Met haar gaan we echt op weg naar het expressionisme. Gaat het over de kracht van kleur, de kracht van lijn. Het idee dat kunst een gevoel kan overbrengen, een idee kan uitdrukken. En ook bij jou als beschouwer een gevoel kan opwekken.